Deze fermentor maakt antibiotica op een fermentatieve en enzymatische manier. En dat heeft tot gevolg dat er minder CO2-emissie plaatsvindt, minder gebruik van water nodig is en ook minder energie. Maar daarnaast uh, maken wij antibiotica op een manier die duurzaam is. En dat betekent dat wij ook zorg dragen voor het zuiveren van het afvalwater. Dat uh, komt kijken bij de productie van antibiotica. Ja, dat was voorheen dus niet zo. In de wereld, waarom is dat zo belangrijk dat dat wel gebeurt? Nou, het zuiveren van het afvalwater dat we gebruiken bij de productie van antibiotica... dat bevat antibiotica-activiteit. En antibiotica-activiteit in het milieu draagt bij aan het wereldwijd, uh, wereldwijde gezondheidsprobleem... van antibiotica-resistentie. Uh, en door ons afvalwater te zuiveren... Um, komt er minder antibiotica vrij in het milieu en dus dragen wij niet bij als producent um, aan antibiotica-resistentie. En dat is helaas niet de standaard op dit moment uh, binnen de industrie. Uh, naar schatting komt er ongeveer 30.000 tot 70.000 ton aan antibiotica-houdend afval vrij bij de productie van antibiotica jaarlijks. En dat is een enorme hoeveelheid. Uh, waardoor bacteri bacteriën de kans krijgen om resistentie te ontwikkelen tegenover het palet van antibiotica dat wij gebruiken uh, om patiënten beter te maken. Hoe groot is dat probleem van resistent zijn voor antibiotica? Het probleem van antibiotica resistentie is enorm. Uh, naar schatting, uh, overlijden er dit jaar of en vorig jaar. Al 700.000 mensen jaarlijks uh, aan antibiotica resistentie of antibioticaresistente bacteriële infecties. Uh, dat is enorm. Uh, naar schatting zal dat uh, aantal toenemen tot 10 miljoen jaarlijks uh, in het jaar 2050.